Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag wil ik het met jullie hebben over je scherm opnemen met PowerPoint. Laat ik me beginnen met zeggen dat ik de desktopversie van PowerPoint natuurlijk gebruik en dat ik de laatste versie 2019 gebruik. Als je die nog niet hebt, dan wordt het misschien wat lastiger, of niet. Wil je wel de laatste versie en je hebt een Office 365 account, dan kan je die natuurlijk gewoon updaten. We hebben PowerPoint natuurlijk opgestart, dus laten we gelijk gaan kijken hoe we dit kunnen gaan doen om je scherm op te nemen. Nou, je ziet dat ik ben in PowerPoint, ben bij start. Ik ga naar invoegen toe. En daarna heb ik natuurlijk, krijg ik dit lint natuurlijk tevoren. En dan ga ik naar media. En daar heb ik natuurlijk alweer verschillende dingen. Kan ik video's invoegen, audio invoegen of opnemen. Maar ook een schermopname maken. En nu zie je ook dat ik hierboven paar verschillende knoppen krijg. Ik kan hier bijvoorbeeld een gebied selecteren, hè? Dus ik wil bijvoorbeeld alleen maar dit gedeelte opnemen, dan kan dat. Wil ik het hele scherm opnemen, kan dat natuurlijk ook. Dan selecteer ik weer het hele gebied en dan probeer ik, maak ik ook zo groot mogelijk. En dan zie je ook dat de rode stippellijntjes die verdwijnen en zo wordt je hele scherm dan ook opgenomen. Voor de rest heb je dan ook nog andere opties. Je kan je audio op laten nemen, je kan de aanwijzer ofwel gewoon je muis wordt dan gewoon opgenomen. Zodat ook bijvoorbeeld de leerling kunnen zien waar je naartoe gaat met je muis. En dan heb je nog natuurlijk de optie hier het vastmaken. Ik zou deze niet gebruiken tenzij je meerdere schermen hebt en het in een ander scherm kan neerzetten. En dat je tweede scherm, misschien wel je derde scherm gaat opnemen, dat je hem dan wel kan vastpinnen. Want als je hem vastpint, wordt het ook opgenomen, want het zit ook gewoon in je scherm. Of je hebt natuurlijk een gebied geselecteerd wat niet erin zit, dus dan wordt het ook niet opgenomen. Als dat wel zo is, pin hem dan niet vast, want dan verdwijnt hij gewoon naar boven. Nou, laten we dan maar even gewoon gaan opnemen. Nou, je ziet ook gelijk, hij gaat aftellen. Nou, nu is hij afgeteld. Je hebt ook gezien van, je hebt een key combinatie, een toetsenbord combinatie. Je hebt Windows Shift Q om alles te stoppen. Een andere manier is om te stoppen om met je muis naar boven te gaan. Zijn er twee opties. Of onderbreken. Als ik op onderbreken druk, dan zie je, dan blijf ik gewoon in het opnamescherm. En dan kan ik daarna gewoon weer verder als ik hem heel even stop wil zetten. Nu kan ik hem weer gaan opnemen. Als ik ervoor kies om op stoppen te drukken, dan zie je, dan ga ik terug naar PowerPoint toe. En dan heeft hij een filmpje van gemaakt. Als je een schermopname hebt gemaakt, komt hij natuurlijk te staan op de dia waar je het hebt gedaan. Als je hem dan ook aanklikt, krijg je in je lint twee extra tabbladen. En daar gaan we nu naar kijken. Nou, de twee tabbladen die je erbij krijgt zijn opmaken en afspelen. We gaan als eerste kijken naar opmaak. Nou, als eerste zie je links zie je de optie afspelen. Nou, als je die gewoon aanklikt, dan begint je dia zich gewoon af te spelen. Niks bijzonders aan, dan kan je hem gewoon terugkijken. Daarnaast heb je correcties, dan kan je de helderheid en de contrast aanpassen. Ik gebruik het nooit, want ik denk ja, in principe is het gewoon goed genoeg zoals het staat. Daarnaast heb je ook kleurcorrecties, hè. Dan kan je verschillende kleurfilters erop aanpassen. Gebruik ik ook nooit, want ik wil meestal gewoon laten zien wat er echt op mijn scherm gebeurt, dus zoals het is. Nou, daarnaast heb je ook je posterframe. Dat is gewoon, zijn gewoon eigenlijk de thumbnails die je ook bij YouTube ziet. Dat zijn de plaatjes voordat je de video aanklikt, dat die gaat afspelen. Nou, dat kan natuurlijk een frame zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ik wil vanaf hier afspelen. Dan zeg ik, nou, deze huidige frame die ik heb geselecteerd wil ik afspelen. Of ik wil de beginwaarde, de eerste frame die wil ik pakken. Of ik heb juist een plaatje gemaakt. Of ik heb een leuk plaatje die ik als begin wil hebben. Dan kan het hier. Nou, de beginwaarde ontwerpen, die zal ik gewoon lekker laten voor wat het is. Daarnaast heb je nog wat meer opties, hè. Kan je bijvoorbeeld stijl aanpassen. En je ziet ook, de vorm wordt veranderd. Dus, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. Daarover gesproken ga ik er eigenlijk ook nu over in. Bijvoorbeeld, ik wil een pijltje als video. Dan kan dat. Je ziet het. Het is nu een pijltje naar beneden voor mijn video. Dus als je dat leuk vindt, kan dat. Zorg er wel voor met het filmen dat dan alles in dat pijltje valt. Ik maak hem weer even normaal. Dan kunnen we nog de videoramp aanpassen. Met welke kleur of stippellijnen of een dikkere streep. Of, maakt het uit. Wat je bij een normaal plaatje ook altijd kan. Dan heb je ook nog de alternatieve tekst. Nou, die kan je invullen. Dan heb je ook nog de schikking. Hè? Van welke schikking zit die? Is die helemaal achter, voor? Als je daar dan op het selectievenster klikt,
dan zie je dat je hem op verschillende hoogtes kan zetten. Dus ik kan bijvoorbeeld verkiezen dat hij deze altijd achter de tekst blijft. Of ik wil hem juist altijd voor de tekst hebben. Zo kan je daar dan mee spelen. Ik kan bijvoorbeeld ook voor kiezen om een soort van filmpje te maken dat helemaal op de achtergrond afspeelt. Dat kan allemaal. Nou, daarnaast heb je nog het uitlijnen van het filmpje. Bijvoorbeeld ik maak hem kleiner en ik wil hem helemaal in de linkerkant hebben. Of ik wil hem wel echt links hebben en centraal in het midden. Daar heb je allemaal opties in en daarvoor kan je dit venster voor gebruiken. Je kan hem ook nog bijsnijden, zoals je ziet, dat had ik al gedaan. Ik zeg nu, ik wil nu dit erbij hebben. Dan kan ik hem gewoon bijsnijden, net zoals bij een normaal plaatje. Zodat je misschien iets een andere vorm krijgt van wat je... Misschien heb je dingen in beeld hebben dat je er niet bij wil hebben. Dan kan dat. Dan kan je ook nog natuurlijk de hoogte en de breedte veranderen. Dat kan natuurlijk ook met de bolletjes. Ik gebruik altijd de hoekpuntjes. En ik zorg er ook altijd voor dat de hoogte- en breedteverhouding vergrendeld is. Zodat het wel in dezelfde verhouding blijft tot dat niet vervormt. Nou, en je ziet hier nog meer opties. Hè? Daar kan je gewoon even rustig naar kijken. En we gaan het straks hebben over het volgende. Wat je erbij krijgt is natuurlijk afspelen. En daar gaan we nu even naar kijken. Nou, ik ga naar afspelen toe. Nou, hier zie je al gelijk links dat afspelen hier weer bij staat. Dus weer hetzelfde als net als bij opmaken. Gaat gewoon de video dan afspelen. Nou, dan kan je nog een bladwijzer toevoegen. Dus je wilt bijvoorbeeld, ik wil op dit punt een bladwijzer, want ik vind dat een belangrijk punt. Dus ik wil er snel naartoe kunnen gaan. Voor wat voor reden dan ook. Of ik heb daar iets belangrijks staan. Of ik wil vanaf daar beginnen. Maar daar komen we straks op terug. Je kan ook bladwijzers verwijderen natuurlijk als die ertussen staan. En daarna hebben we ook nog video besnijden, dus bijsnijden. Dat kan natuurlijk heel makkelijk. Dat je zegt van nou, mijn opnames zijn net iets lang of het filmpje vind ik te lang wat ik ergens anders heb gevonden. Want dat kan natuurlijk ook met externe video's. Dan kan je hem nog bijsnijden. Ik wil hem later laten beginnen en ik wil hem eerder laten stoppen. Nou, dit is oké. En dan wordt hij bijgesneden. Nou, dan kan je nog daarnaast nog een infade en een outfade doen. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld van een zwart scherm daar naartoe gaat. Dus dat hij gewoon rustig weer naartoe komt en ook weer de andere kant op. En ook van hoe lang dit moet duren kan je instellen. En dan heb je nog de formule, hè. Of ik heb hem laag, gemiddeld of hoog. Hij staat altijd op hoog. En daaronder heb je natuurlijk ook gedempt. Dus dat je gewoon het geluid uitzet. Ik zet hem altijd wel op, ik laat hem lekker op hoog staan. Want meestal wil ik het geluid wel laten horen. Ik zou dat wel altijd even testen waar je je presentatie houdt. Want dan weet je wat het effect is. Nou, daarna hebben we de volgende instellingen die je kunnen kijken. Bijvoorbeeld wanneer moet hij beginnen? Automatisch, hè? Dus zodra de dia wordt geopend, dat hij dan automatisch begint met afspelen. De andere opties zijn in de klikvolgorde, dus bij de volgende klik of als erop wordt geklikt. Dat zijn de opties die je kan aanklikken. Nou, dan hebben we nog een volledig scherm. Nou, ik maak mijn video's meestal als ik ze laat zien, zit gelijk op de hele dia, dus die vult al gelijk het hele scherm. Heb je dat niet, maar wil je het bijvoorbeeld wel, je hebt een mooi plaatje ervan gemaakt. Hè, zoals bij opmaak dat je een beginplaatje ervan hebt gemaakt, je klikt op. En dan wil je eigenlijk dat de video gelijk begint te spelen in volledig scherm. Is natuurlijk wel het mooiste en het beste zichtbaar voor degene die de presentatie volgen. Dan klik je die aan. Bijvoorbeeld de video ook verbergen, als die niet wordt afgespeeld, dan verdwijnt die gewoon. Het herhalen tot het film of het geluid wordt stopgezet. Dus eigenlijk creëer je zo'n loop dat hij zich de hele tijd blijft herhalen. Dat kan natuurlijk zijn als je een kort filmpje wilt. Je wilt de hele tijd dat dat terugkomt. Bijvoorbeeld, ik heb het wel eens gedaan met een uitslag van een kubus. Dat was een filmpje van 2 seconden. Nou, ik wil niet de hele tijd klikken, maar ik wilde wel dat hij de hele tijd bleef afspelen. Nou, toen heb ik deze optie gebruikt. Het terugspoelen na het afspelen. Dus, nou, dat is digitaal meestal niet zo erg, maar als je bijvoorbeeld nog de kans wil hebben dat hij nog een keer gaat afspelen, zou ik deze wel aanzetten. Want anders blijft hij op het eindframe staan en dan gaat hij weer terug naar het beginframe. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je PowerPoint wil opnemen. Nu kan je dat natuurlijk met een omweg doen door 2 PowerPoints te openen. De ene te gaan presenteren en met de andere je scherm te gaan opnemen. Maar dat is een beetje omslachtig, want in PowerPoint zit er ook gewoon op ingebouwd dat je je eigen PowerPoint gewoon makkelijk kan opnemen. En dan zit er ook nog eens een keer wat extra functionaliteit bij. Nou, dus je moet misschien wel eerst door de opties heen om wat in te stellen, om je link misschien aan te passen, om er makkelijker bij te kunnen. Je kan er ook met de omweg naartoe, maar ik ga gewoon even aan je laten zien hoe je makkelijk erbij gaat kunnen komen door 1 keer even iets in te stellen. Je gaat dan naar bestanden toe en dan pak je opties en dan ga je naar de link aanpassen. Nou, nu zie je al dat bij mij
vink aanstaat opnemen. Die laat ik ook aanstaan. Het kan zo zijn dat die bij jou uitstaat. Klik hem dan gewoon aan. Dan komt hij er ook gewoon tussen te staan. Zit hij er bij jou niet tussen, dan heb je waarschijnlijk een oudere versie. Zorg er dan voor dat je hem gaat updaten. Dat kan natuurlijk heel makkelijk als je een Office 365 account hebt. Dus doe dat dan ook gewoon. Nou, dus dan klik je op oké. En dan zie je ook hier natuurlijk de lint opnemen. Nou, er zijn al verschillende opties die we al hebben besproken, die er eigenlijk al bij invoegen ook zitten. Bijvoorbeeld de schermopname, dat het gewoon een foto is, gewoon momentopname, kan je al nemen, schermopname maken. Nou, die staat bij mij nu uit, omdat ik nu mijn scherm aan het opnemen ben met een andere PowerPoint. Video gewoon invoegen, audio invoegen en deze ga ik het later over hebben. Maar waar ik eigenlijk nu met je naartoe wil, is de dia opnemen. Dus ik klik hierop en dan krijg ik dit scherm voor mijn ogen. Nou, hier zijn gewoon een paar dingen die je ziet. En ik begin bovenaan, gewoon het opnemen, stoppen en opnieuw afspelen als je toch wil zien van wat je hebt gedaan. Nou, als je gaat opnemen, dan verandert deze knop ook in pauze. Dan kun je hem ook gewoon even pauzeren als je dat nodig vindt of hebt. Daarnaast zie je ook nog eens keer notities. Dus als je notities hebt toegevoegd of je wilt nog notities toevoegen, dan kan dat hier. Dan kan je gewoon even kijken naar wat je wil zeggen, zodat je gewoon weet wat je aan het opnemen bent. Dit wordt natuurlijk niet opgenomen, want dat staat puur in het kader dat wordt opgenomen. Nou, dan kan je natuurlijk de tekst nog van die notities vergroten en verkleinen. Dan heb je hier het kruisje. Als je bijvoorbeeld opnames hebt gemaakt, dan kan je, en je bent er niet tevreden over wat je hebt ingesproken of wat je laat zien, dan kan je daar gewoon het wissen of per dia of alle dia's. Dus maar bedenk wel gewoon goed even wat je ermee doet. Wat wel handig is om het maar per dia op te nemen, want maak je een foutje en je praat door over een diawissel, dan moet je twee dia's overnieuw doen of misschien wel meerdere dia's overnieuw doen en dat zou zonde zijn. Dus probeer echt het gewoon per dia op te nemen. Daarnaast heb je ook nog eens een keer de instellingen. Daar kan je, als je bijvoorbeeld een andere camera hebt, als je dat wilt, of een andere microfoon, kan je dat daar instellen dat je die dan gaat gebruiken. Nou, dan verplaats ik me heel even naar onder naar rechts. Dan heb je hier natuurlijk, ik wil mijn microfoon aan of uit hebben. Het kan natuurlijk ook zijn dat je hem gewoon uit wil hebben. Wat ik niet zou kiezen, want je wilt er meestal wel wat gesproken tekst bij hebben. En daarnaast heb je nog de video opties. Nou, kies er daar nooit echt voor om jezelf op te nemen. Want als je dat doet, ga je extra informatie in je PowerPoint verwerken. En dat kan alleen maar tot een cognitieve overload bij de leerlingen veroorzaken. Dus doe dat dan ook gewoon niet. Dus zet hem gewoon lekker uit. Laat het gewoon lekker uitstaan. Nou, dan hebben we nog het pijltje naar links naar rechts. Hè. Volgende dia. En als je op opnemen hebt gedrukt en er zitten animaties in, dan gaat hij die dan pas afspelen. Wat je ook nog hebt, zijn de pen en de marker. En die kan je ook nog bedienen met volgende kleurtjes die erbij. Dus ik wil dit rood. Dan wil ik toch even dat jullie aandacht aan besteden. Dan kan dat. Je wilt het daarna weghalen, haal het weg. Of ik wil iets highlighten. Kan dat. Kan natuurlijk ook een ander kleurtje kiezen. Kan ook rood highlighten. Het is maar net wat je wilt. Nou, zo kan dat natuurlijk. Nu even het voorbeeldje van met opnemen. Ik druk op opnemen. Je ziet ook dat hij gaat aftellen. En dan kan ik gewoon nu aan het praten en neemt hij alles op. En kan ik gewoon met mijn pijltjes bijvoorbeeld. Of hier doorklikken. Als je het met klikken doet, dan hoor je ook al. Dan hoor je met een goede microfoon ook echt de klik van je muis. Dus ik gebruik normaal als ik dit doe mijn pijltjes. Zodat je gewoon lekker door kan klikken. Dan druk even pauze en zie je ook. Dan blijft de pauze staan. Als ik dan stop nu druk, dan zie je ook dat ik hem even kan afspelen om te horen wat er gebeurt. Nou, wil ik hier uit, dan druk ik hier op het kruisje en druk ik eruit. Soms heb je een schermopname gemaakt en dan wil je die gewoon als filmpje worden geëxporteerd vanuit PowerPoint. Nou, dat kan gewoon. Dan ga je ook naar exporteer video. Dan krijg je dit scherm, hè, video maken. Dan heb je ook gelijk wat opties van hoe groot, wat voor kwaliteit je wilt. Ik zal altijd proberen te kiezen voor de hoogste kwaliteit. Denk wel, hoe hoger de kwaliteit is, te langer het duurt voordat PowerPoint klaar is om dat filmpje te exporteren. Dus als ik dan voor 4K kies, hier nog opgenomen tijdinstellingen. Dus als je echt dia-voorstelling hebt gemaakt, je wilt die geheel opnemen, dan staan dit de opties waar je naartoe moet kijken. Maar dan zeg ik hier video opmaken en dan is het gewoon een kwestie van een map klikken, opslaan en dan is het klaar. Dan ga je hem gewoon opnemen. Nu hoop ik dat je hier wat aan hebt.
vergeet me niet een likeje te geven en commentaar achter te laten van hoe jij dit zou doen of waarvoor jij dit gaat gebruiken. Of als je nog vragen hebt, vergeet je ook zeker niet te abonneren op het kanaal. Dat helpt mij ook gigantisch en ik zie je in de volgende video.